Hallo allemaal, Amos Klikkum hier. Ja, en we zijn er alweer in de volgende tier, de tier 3, de Caledon. En zowel Tjerk als Manuel zijn er. Goedemorgen jongens. Hoi. Ja, we gaan eens eventjes kijken. Manuel heeft al wat vaker gespeeld. Wat vind je ervan tot nu toe? Het gaat, ja. Sorry hoor, hij praat wat lastig af en toe. Kan hij ook niks aan doen, hè. Dat is... Heel even kijken wat deze heeft. Deze heeft 17.500 hitpoints. Dat is minder trouwens als de vorige, hè. Die had ruim 19.000. Zie je, die ga ik gewoon meedoen met mijn duizend. Met 19.000. Even kijken, hoor. Dan heeft hij wel 5 keer 1. Die zit alweer in het midden. Dus je hebt altijd 5 kanonnetjes erop op. En we hebben die torpedo's. Jazeker. Wel heel 6 kilometer. Zo... En we gaan natuurlijk gewoon eventjes kijken hoe dit speelt. Dus ik zou zeggen, Tjerk, druk jij maar af. Dan zet ik hem op pauze en dan zijn we zo bij jullie terug. Helemaal goed. En daar zijn we weer. En de eerste indruk is... Jeetje, wat trekt dit ding rap op, zeg. Dat is echt niet normaal. 29 knoopjes ruim. De turrets draaien allemaal iets sneller. Wow. 29 knopen. 29,1 eigenlijk, ja. Als je nou maar komt 28,9, jong. Nou, heb je wind tegen, denk ik. Ik zit echt op 29,1. Wie heeft de torpedo's uitgegooid? Tjerk. Oh ja, even proberen. Hé, hey, met control kun je er één gooien. Ja, je kan ook gewoon een keer extra 3 drukken. Je hebt 4 aan beide kanten. Geinig. Dit is wel lollig. Dit is inderdaad wel geinig. Dan heb je dus, je hebt alleen geen echte broadspread, om het zo maar eventjes te zeggen. Dat hebben we niet, maar op control kon ik niet drukken, want dan gaat namelijk mijn pijltje in. Nou, dat deed hij bij mij net wel. Ja, het kan wezen dat er iets niet goed ging, maar dat maakt niet uit. Oké. Nou. Nou, brawlen. Wat is een Danai voor een schip? Oh, dat is de Danai. De Danai is een keertje hoog. Goed. En de hele tijd van die torpedo's van niks, hè? Doei! Ik vind het nou leuk. Nou, Karlsruhe, kom eens hier met je zijkant. Nou, ik zit op de keizer te knallen. Hoppa! Oh, wacht. Wat een lange hele tijd, jongens. Ja, hè? Het was 7 hele secondes. 7,5. Kijken of we hier mee kunnen zitten delen. Karlsruhe schiet gewoon met haar. Bazingwekkend. Doen we die keizer eens even gewoon plat trappen, jongens? Wil eerst even de Karlsruhe doen? Ja, eerst even de Karlsruhe. Die is vervelend inderdaad. Ben ik het met de terrorfreak eens. Je zit aan mij te maken. En dat mag niet. Blijf van ons Manuel af. Hij is bijna uit mijn range nu. Hij is uit mijn range. Hij is wel bijna dood. Ik moet op die keizer over, want ik heb... Die is ook bijna uit mijn range. Wat is de range geupgrade, Manuel? 11,9. Ja, wij hebben nog... Het is een 10,8. Ja, kijk. Dan ligt die keizer ook zo uit je range. Ja. We gaan er gewoon achteraan. En we hebben inderdaad repair. Ik vind dat wel lach hoor, dat we gewoon repair hebben. Belachelijk. Karlsruhe is kapot. Tjerk, jongen, je hebt je eerste kill. Nice. Beter zijn. Knuffelen. Oh, nee, niet. Oh ja, ik vraag rondjes is of zo. Hey, roer ligt eruit, jongen. Oh ja, echt waar? Ja. Ik kan net gewoon niet bij die keizer, hè? Nou, ik mag wel. Ik draai ook alweer bijna. Ja, ik vond het wel raar, want ik had maar met 2 guns schieten. Maar hij had gewoon rondjes. Volgens mij ben ik onzichtbaar voor die keizer of zo. Hoezo? Hij schiet erop je? Hij schiet helemaal niet op, hoor. Oh, dat is een andere die voor mijn neus ligt. En die heet niet Tjerk. Zo. Hey, een hele proppen schieter. Wie heeft er nou de meeste? Ik zie het wel. Ten Rio incoming. Dat kan ik beter bijhouden. Die heeft toch ook tarps? Ja, geen
geen idee alleen wat de afstand van dit ding is. Dat weet je. Oh, Citadel! Derk afstand van die turps van Tenryu. 7. Nee hoor, ik heb geen fotografisch geheugen. Houd toch op man, je weet bijna alles. Daarom vraag ik toch ook altijd. Moet je wel een beetje goed mikken, slik. Dit is niks. Jongens. Kellen dan aan de andere kant, die ligt volgens mij gebiedst als ik dat zo zie. Sorry jongens, ik moest even achteruit. Ja, dat geeft niet. Ja, we gaan nou naar B. Incoming Torps. Hey, jezus, wat trekt dat ding hard op. Ho. Let op de kijkertjes. Bam, jongens, Citadel! Ja, echt, hè? Wel heel 1790 damage, zo. Godsamme, kom, ga nou die kaars nakken. Godsamme, jong! Hoi! Zet hem op 10k damage, man. Alsjeblieft. Ja, ik heb wel heel 12,5, wat zit je nou? Ik had net een Citadel lid van 1790, zo. Mijn hoofd Citadel gisteren, maar dit schrift was 2000 tot 2500. Dat kan niet. Ja. Een Citadel kan nooit dat zijn. Waarom niet? Ja. De Citadel is gewoon het maximale aantal damage wat je kunt doen met je guns. Jongens, ik ben gespot! Ja, ik alleen om daar, die. Oké. Heel in attack. Hij wil ballen. Pas je op voor die Campbelltown? Ja, weet ik ook. Oh, hij heeft gewoon 3000 damage aan mij direct. Oh. Torpedo's to starboard. Torps. Torpedo's to starboard. Smeerlap, wat een smeerlap. Hey, hallo, waar komt die laatste vandaan dan? Welke laatste? Kom dan met je Campbelltown, knal je gewoon het water uit. Hoppakee. Ook al zo. Kan je nog repareren? Ik vind het wel lachen kruisertjes hoor dit. Karlsruhe gaat dood. Dan pak ik mijn torpje, jongen. Ah, echt, hè. Hoppakee. Serieus. Wat ben je dood? Nee. De Karlsruhe weer torpje kwam, maar dan pakt iemand anders hem van mijn neus weg. Meen je niet? Kill stealing. Echt, jongen. Ben je gewoon zagrijnig, hoor? Nee, hoor. Ik er wel. Oh, sorry. Jij wil... Ja, hij wordt enorm zagrijnig. Ach jongens. Guys, er een is even op een ander schip, alsjeblieft niet op mij, ik vind het eng. Die kaleidon is nu de pijp uit. Niet! Wat verdikken we. We hebben nou allemaal een killetje, jongens. Ik heb er al 2, en dit is 3. Hoppa! Nee, we hebben gewonnen! Nice! Hoppakee, goed! Nou, we hoeven ook niet te wachten op het einde. Victory! 96.000 credits, 808 Experience points en enig vrij. Met 20.000 damage, jongens. Hoe zit het met jullie? Ik zit op 22.000 damage. 400 damage en 63.000 credits, maar dat is om 62 experience. Ja, Tjerk? Je hebt op 15k damage. Damage, 15k. En waar staan we? Ik sta niet eens bovenaan. Oh. Ik sta in het midden. Ik sta derde, jong. Bam! Onvoorstelbaar. En detailed report, nou, dat is Kaleidon 7300 als max. 1 credits XP, want hoeveel hou je over? 91.000 damage, 91.000 credits hou je gewoon over. Mooi hè.
Ik vind het een leuk schip. We gaan hem snel upgraden. En dan gaan collecta container. De volgende. Collecta container, jongen, bam. Goed, bedankt voor het kijken in ieder geval. Mocht je vragen hebben, kan je ze stellen in de comment sectie van YouTube. Vind je mijn filmpjes nou tof? Nou, eigenlijk onze filmpjes tof. Hè? We zijn er eigenlijk meer in collectief. Zo langzamerhand. Druk dan even op die duim omhoog knop graag. Of word lid van mijn YouTube kanaal. En dat was het dan. Vanaf zee en vanaf ons drieën. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi.